Hoe is het met jou? Warm. Jo, iedereen heeft het warm, hè? Goedemiddag allemaal. Het is nu al even kijken. Het is 2:05 en het is vandaag dinsdag 27 augustus. Sorry. Ja, ik zie er niet uit. Ik ben al wel even lekker gewast en alles. Het is warm. Ik heb de hele nacht weinig geslapen. Maar oké, mag de pret niet drukken. We gaan gewoon weer een leuke dag ervan maken. En morgen gaan we richting Ede. Dus eerst onze twee begeleidsters. En dan gaan we daarna richting Ede. Dus ja. Dus wat een leuke dag morgen. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, we zijn dus nu even. We gaan nu even het winkelcentrum mee. Kijk. Kiekeboe! Hey. Hoe is het met jou? Warm. Jo, iedereen heeft het warm, hè? Nee, maar ik wel. En wij kennen gewoon niet meer zo goed dat tegenwoordig. Nee. Maar we gaan het winkelcentrum in en dan mag ik niet vloggen, want anders krijg ik weer op mijn flikker. Helaas, pindakaas, dus. Pindakaas? Ja, zo onder andere, ja. Precies. Dus ja, ik ga stoppen. Tot straks. Ja, het is warm. Ja, behoorlijk. Maar ja, en wij doen ook niks, hè? Nee, nu even niet. Nee. Het is te warm voor om niks te doen. Iets te doen. Nee, maar wij hebben dus een... behoorlijke conversatie met iemand. En diegene denkt dus dat we alleen maar op de uitkeringsles bijstand leveren. Helaas. Moet werken voor mijn geld. Ja, ik ook. Yep. Hij moet werken voor zijn geld, maar ik ook. Okay. Ik ben dan assistentcoördinator. En hij werkt bij de PostNL. Dus, we werken over onze centen. Hé, en er gaat geen kogel en door je kop heen, hè? Nee, hè? Doen we niet, hè? Nee. Dat kan niet doen. En dat bij jou ook niet, hè? Nee, hè? Gaan we ook niet doen, hè? Kogel door je kop, echt niet. En door haar ook niet, hè? Nee, hè? Nee. Jullie zijn veel te lief. Mm-hmm. Dus, toch? Ja. Vertel het eens. Ja, waarom een kogel door de kop gooien? Ik bedoel, rammeren. Hoe is het? Geen idee. Een olifantje. Hè? Ik zit er 1-3 jaar. Maar vertel, hoe heb je het vandaag beleefd, vandaag de dag? Nou, dat is warm. Warm en nog wat warm. We zijn een paar keer gaan lopen met hondjes. Maar dat was eigenlijk te warm voor. We zijn er even naar de winkel geweest. En hier zitten we. Ja, en ik ben nog eventjes aan bij de buurvrouw geweest. Gezellig, bakje gedaan. Yep. Oh ja, en er is ook mij gevraagd of ik in september, rond de 18e daarna, die week, eventjes op mijn kleine vriendje kan passen. Want de buurvrouw en haar dochter willen eventjes samen weer weg. Oh, oké. Shoppen. Dat kan toch? Ik zeg, maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag kan ik niet. Mm-hmm. Ja. Alleen de woensdag en het weekend. Ja. Dus. Ja. Allemaal dagen worden gelijk. Yep. Kan er ook niet eens aan doen. Het is even niet anders, nee. Ja, ik, hè? Yep. Dus ja. Dat moet ook allemaal gedaan worden, toch? Ja. Een beetje de contacten bijhouden. Dat ook, ja. Oeh, wat gebeurt er allemaal, hè? Ja. Ach ja. Ik ga vanavond ook weer rijden met mijn broer. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 28 augustus. Het is nu net 14:43. Ja, en we zitten in de auto, wat jullie wel weer kunnen zien. Bijna zoals gewoonlijk. Maar ja, daar gaat ook wel weer verandering in komen. Want vrijdag gaan wij op de fiets naar school.
Yep. Dus, en nou gaan we wat anders doen. Maar daar kom ik zo meteen wel weer lekker op terug. Wat we gaan doen. Nou ja. Zoals jullie dus wisten, zitten we dus in de auto. Dus, we rijden dus nu bij Gouda op de A12. Ja, waar anders? We gaan dus richting Utrecht. Dan gaan we weer naar. En dan gaan we nog een stukje verder. Want er is iemand jarig. Ja. In mijn familie kreeg. Helaas kan die dus, mag diegene niet op de vlog. En waar we dus ook naartoe gaan, gaan ze ook niet op de vlog. Maar we gaan wel cadeautjes brengen. Kijk, en er gaat. Dus die ligt er al een hele tijd. Dus dat gaan we even doen. Yep. Het gaat vinden. Dat is leuk. Spannend en zin in. Nou, en waar gingen het dus toch. Wij hadden tegen jullie gezegd dat we dus de politie's zouden gaan tellen. En hoeveel wij dus tegenkwamen ook onderweg en bij ons in de buurt. Nu net kwamen wij dus een politiebus tegen. En dat was dus nummer 8. Dus, en dat al vanaf een maandag al, hè? Ja, en het is nu al een woensdag. Dus we hebben nog een paar dagen. Kijk, en ben je ergens, ja, en dan kan je dus gewoon, als je in de winkel bent, dan kan je het gewoon niet tellen. Maar als je onderweg bent, of waar dan ook. Maar hoeveel politieauto's komen jullie tegen? En volgende week ga ik dus weer de politie en de brandweer en of de ambulance. Ik wil eens even gewoon eens kijken van hoeveel we er tegenkomen. Dat is handig. En dan daar weer een beetje een schatting van maken van over een hele maand of in een paar weken tijd. Hoeveel je er eigenlijk tegenkomt. Want onze wijk, en daar staat dus wel een politiebureau, maar eigenlijk draait onze wijk op helemaal geen politie. Want je ziet handhaving wel, maar die doet ook geen ene hol. Echt niet. Want er staan wel auto's op hoeken geparkeerd waar het niet mag. Maar bekeuring uitschrijven doen ze niet. Politie ook niet, want die zie je niet. Want die zit ver weg en bij de zee. Handig. Dus ja, je kan alles doen bij ons in de wijk. Maar het wordt toch weinig gedaan. Scheelt weer. Nou, we zijn dus alweer bij de afslag 14 Woerden, maar die hoeven niet het hebben. Want we moeten richting Utrecht. Ja.
Ja, we zijn weer eventjes ongeveer alweer een kwartiertje onderweg en vanaf de verjaardag. Dus we hebben nog even. Yep. Dus we vloggen wel weer als we thuis zijn, want ik wil ook wel mijn hoofd op de weg houden zelf. Samen met mijn mannetjes, dus dat vond ik helemaal dik in orde. Nou, zoals jullie dus zien, dan zijn we dus al lekker thuis. Het is al donker. Het is al laat. Het is al 12:30. Lekker in de nacht. We gaan dus nu de hondjes aan het uiten. Gaan we nu doen. En het is een hele korte vlog, ik weet het. Maar hoort er ook een keertje bij. Hey, wij zullen dus eigenlijk zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Vind je deze vlog nou leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer. Bye bye. En tot morgen. Doei.